Het is vandaag toch iets anders dan de afgelopen dagen. Een beetje meer wind erbij en voor het gevoel is het dan ook wat frisser. Maar ja, zo stil dat de afgelopen tijd is geweest, dat kun je toch niet volhouden en dat doen ze dan ook niet. Meer wind en ook iets lager temperaturen. Die combinatie maakt het vandaag een beetje minder zacht. Want het was toch nog een graad of 16 tot hooguit 17. Dat was daar echt het maximum. En met heel veel bewolking, maar ook wel ja, wat gaat naar de bewolking, dat de zon er zo nou en dan eventjes goed doorkwam. Echt mooie Hollandse luchten. De foto die in is gestuurd, die geeft ook een beetje het weerbeeld weer wat er vandaag geweest is. Dus wat dat betreft niet veel nees onder de zon, maar het is toch altijd weer leuk, zulke plaatjes. En wil je ook een foto opsturen, dan kan een foto at gerritsweerpraat.nl. Vandaag staan we ergens tussen Loo en Doesburg, want Doesburg gunt in de Witte, daar zie je de toren al. En je kunt hier trouwens heel wit kijken, want dorpbaan zie kijk je ook alweer naar Duven. En er een beetje wordt de wolken gemaakt worden, laat maar zeggen. Ja, en wolken die maken vanavond en komende nacht plaats voor wat opklaringen. De wind die vandaag omging van noordwest naar noordoostelijke richtingen, die geert langzaam om naar oostelijke richtingen, wat we de komende dagen mee te maken hebben. En dat is zeker niet erg, want dan komt er ook droge lucht naar ons toe en dan heeft de zon ook wat meer kans om te schijnen. En dat zal vanaf morgen dan gebeuren. Vannacht hebben we dan nog wel lage temperaturen, 6 tot 7 graden, maar morgen dan hebben we maxima die toch uitkomen zo rond de 18. Is ook nog niet zo heel erg warm, zou je zeggen, maar met de zon erbij werd veel goed gemaakt. Nou, ik zei al dat we hier ergens in het buurtgebied stonden tussen Loo en Doesburg zo'n beetje. En hier zit ook wel een mooi pakres in de wei. Het is wel zo dat er natuurlijk ook nog een keer wat mee gebeuren moet. De mais moet er nog af, de eerpels moet uit de grond, de bieten moet nog uit de grond. En misschien zijn er nog wel mensen met appels aan de beurt en ook nog wel wat proemen. Dus dat kan er allemaal af, want de komende dagen werk. Komende week kan ik beter zeggen, blijft het toch lekker najaars weer. De temperaturen die liggen dan gemiddeld zo rond de 18, 19 graden zo'n beetje. Ook in het weekend zit het wat dat betreft goed uit met redelijk wat zon en ook droge omstandigheden. Alleen ja, de wind net als vandaag over het algemeen matig uit de oostelijke richtingen. Want na het weekend, ja, dan ligt er wel wat meer bewolking op te komen zetten, maar het blijft voorlopig nog eventjes droog. En de nachten die worden dan weer ietsjes minder koud. Op zich nog goede vooruitzichten voor begin oktober. Goed gaan.